ben Hans van Goetem en ik werk als woordvoerder voor de VRT. Als publieke omroep staat de VRT de hele dag door onder een vergrootglas. Er worden elke dag vragen over ons gesteld door het publiek, door journalisten. Daar zitten netelige vragen tussen, prangende kwesties. En om die vragen te beantwoorden, moet ik als woordvoerder ervoor zorgen dat de uitleg die we daaraan geven, dat die correct is, maar ook wel goed is voor de reputatie van de VRT. We gaan niet onze eigen ruiten uitgooien. We maken heel veel zaken bij de VRT. We hebben ook heel veel dingen gemaakt. Denk maar aan FC De Kampioenen. Onlangs hebben we aangekondigd dat we nieuwe afleveringen gingen maken. Maar helaas is het toen bergaf gegaan met de gezondheid van Johnny Voners. Het eerste en het belangrijkste is natuurlijk de mensen zelf die betrokken zijn. Dat zij dit moeilijke nieuws eerst zelf kunnen verwerken. En dat het dan pas op een correcte en respectvolle manier in de media komt. Als dat lukt, wel dan heb je de voldoening dat je als woordvoerder samen met je collega's bij één en bij de communicatiedienst je werk goed hebt gedaan. Dag Sinterklaas. Over Sinterklaas en de roetvegen op het gezicht van zijn goede vriend hebben we al heel wat vragen gekregen. Dus ik heb al zoveel voor de Sint gewerkt dat ik alleen maar hem als mijn opperste baas kan herkennen. Belgasport en dan vooral de wielerdocumentaires. Ik vind het prachtig hoe dat zij meeslepen die verhalen die tot de verbeelding spreken uit de sport verteld krijgen. Kat. Ik deel het huis met verschillende katten en zeker in tijden van thuiswerk of in het verleden als freelancer zijn zij heel fijne en vooral heel rustige collega's om naast te werken. Kostuum. Bij de VRT kan je dragen wat je wilt, heel informeel of heel formeel. En ik vind het gewoon leuk om in pak elke dag naar mijn werk te komen. Als woordvoerder ben ik in principe altijd bereikbaar. Ik maak me er eigenlijk geen zorgen over dat elk moment, dus binnen een paar seconden, mijn telefoon kan gaan. Dat is de realiteit, dus ik jaag me er niet in op. Met wie van de VRT zou ik wel eens van job willen wisselen? Wel, als woordvoerder kom ik toch regelmatig aankloppen bij Jan Wouwmans. Ons manager beroepsethiek. Ik als woordvoerder moet het uitleggen, maar Jan moet in haar job op zoek gaan naar de juiste argumenten, het juiste evenwicht. Kunnen we dit ethisch maken? En hoe ze dat doet, dat boeit me wel. Ik weet niet of ik het zou kunnen, maar ik wil het wel eens proberen.